Ierse, wie dat we hier hebben. Meester Firmin. Fernand, dat is lang geleden. Ja, ja, ja. Beetje van het goed weer aan het profiteren. Ja, het is te zeggen, Fernand, ik ben de kelders van de oude jongensschool gaan opruimen. Die waarin dat jij vroeger altijd de pestkoppen opsloot. Ja, daar hebt jij veel in gezeten, hè. Ja, ja, ja. En nu vroeg ik mij af of jij misschien het een en het ander van die oude rommel zou kunnen gebruiken. Ja, meester, maar dat is nu iets wat direct niet veel vraagt naar is, hè. De mensen worden eigenlijk niet graag herinnert aan hun schooltijd. Oh, hè? Kijk, dat is niet zo erg. Hè. Dan geef ik dat wel weg. Weg? Ja, aan een of ander schoolmuseum. Oh, maar omdat het voor u is, wil ik wel eens... Mogen we dat laten zien? Is het waar? Oh. Ik zal het eens gaan halen. Ja, schoolmuseum. Schoolmuseum. Wat vind ik dan hier? Schoolmuseum. Oh, meester, hier. Zet dat maar hier. Dat lag daar allemaal onder het stof te vergaan. Ja, ik zie het. Ja, ja. Oh, my. Ja, zeg. Toen waren wij nog de dapperste aller galjers. Ja. Ah, kent je ze nog? Ja, 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 ja. Je hebt er precies nog altijd schrik van? Ja, ik zo niet, maar mijn duiven zouden wel eens een schrik kunnen pakken als ze dat hier zien. Zeg, jongen, die duiven van u, die hebben het hier toch fantastisch, hè? Zo'n aanvliegroute. Ja, ja, ja. Mijn ja. Kot thuis, hè, dat zit helemaal ingesloten. Oh, maar als je wilt, kan ik een deel van mijn kot aan u verhuren. Serieus? Maar meester, dan moet er dat gesot wel bijpakken, hè? Kijk, hoe dat hier ooit op die plaats zo'n voetbalveld is kunnen komen, hè? Heb ik eigenlijk nooit goed begrepen, hè? Meester, tegen wie zegt het? Maar dat is politiek, hè? Ja. Oh, dat is politiek, hè? Weet je wel dat dat vroeger een Spaans kerkhof was? Serieus? Ja. En zit dat daar nog allemaal onder de grond? Bij mij weten wel. Zeg, ah, wel. Dat zouden we eens tegen de kampioenen moeten vertellen. Ze zouden al verschieten, denk ik. Ik wou daar juist een pintje gaan pakken. Ah, wel. Doe dat. Doe dat. En maak dat van die school bang. Nou, ja, dat zal ik doen. Ik zal ze eens de schrik op het lijf jagen. Nee, ja. Zeg, nog veel succes hè, met uw oude rommel, hè? Het is topen dat je ervan afgeraakt. Meester, dat zou wat anders zijn, maar... Hij is nog niks veranderd, hè. Als ze een inkpot zie, dan moet hem er zijn vinger in steken, hè. Zo, Lotte, mama. Ja, Carmen, wilt je alsjeblieft uw hond bijhouden? De veearts heeft gezegd dat ons neer ook een meer beweging nodig heeft. Hè? Gaat er dan eens mee wandelen? Ja, hij heeft niet gezegd dat ik ook meer moet bewegen. Hè? Zeg, we strap ik hem plat en wat dan? Oh, dan kun je hem nog altijd laten opzitten. Hè? Oh. Opzitten? Jij vangt zeker. Maar dan moet hem wel eerst helemaal dood zijn, hè, Carmen? Weg! Mag daar niet aan denken. Ja, en dan stoppen ze hem eerst vol met stro. En dan geven ze hem van die plastieke oogstjes. Dat hebben ze bij u precies al gedaan. Maar ja, je kunt er natuurlijk ook nog altijd een voetmat van maken. Die hebt al bij gedacht. Ben de beestenbeulen. De eerste die een vinger durft uitsteken naar ons neerroken, die gaan we meemaken. Hè? Ja. Super moeilijke. Kom, zonne. Kom, wees maar bakken. Kom hier, zonne. Oh, die staat er hier. Dag allemaal. Wat? Dag, zie. Balthazar. Is die ware, ja. Zegt het. Wie smijten ze nu binnen? Ja. Meester Firmin. Is wij? Ja. Ja, ja. Ben onze meester van het eerste studiejaar. Ja, 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 ja. Ik heb die gasten hier allemaal leren lezen en schrijven. Is het niet waar, mannen? Ja. Geneverken, alstublieft. Ja, mij, zeg. Dan moet jij een mens zijn met veel geduld. Oh, af en toe eens goed aan hun oren trekken. Dat hielp ook al. Of in het ergste geval, even in het kot steken. Oh, ik heb... Oké, okay, ook. Ja. En wat is er van u zoal geworden, waterslagers? Oh, mijn ventje is sergeant in het Belgisch leger. Oh. Wat zegt je daarvan? Oh. Ja, maar dat was van vroeger al, hè, meester? Op de koer. Hij speelde toch altijd soldaatje, hè? Oh, en jij dokterke, zeg. Heb jij ook voor dokter gestudeerd, meneer Bolma? Voor dokter gestudeerd? Hij deed niet anders dan strafschrijven. Ja, ja, zo 100 keer. Ik mag niet onder de rokken van de meisjes kijken. En wel, dat heeft dan niet veel geholpen. Ik was vooral in rekenen de krak, hè, meester? Rekenen, chageren, ja. Kopen en verkopen op de speelplaats, hè. Wat was dat ook weer? Van die knakworstjes. Ja. Maar toen maakte ik ze nog
toch niet zelf, hè? Nee, toen waren ze goed. Of anders stond hij aan de overkant van de straat. Ah ja, wat was daar dan te zien? De speelplaats van de meisjes. Ah, wel, zie, nog niks veranderd, alsjeblieft. Dank u, dank u. En wel, het doet me plezier om te zien dat je allemaal goed terechtgekomen zijn. Ja. Laat mij eens raden. Balthazar zelfstandige. Dat vind jij. Ja. En ons Xavierke soldaat natuurlijk. De gewone man. En? Niet vergeten, hij is hier ook keeper, hè, van FC De Kampioenen. Ja. En op een kerkhof nog wel. Wow. Zo slecht zijn we nu ook weer, die meester. Nee. Wacht maar tot zondag. We spelen tegen de spuiters, hè? De helft van die gasten zit met de buikgriep. Oh, dat verwondert mij niks met zo'n naam. Ja, ze gaan hun veteranen moeten opstellen. Ah, dan heb je eindelijk nog eens een kans om te winnen. Ja, daar moeten we op drinken, hè, Pascal. Ja. Doe zo eens vol. Geboogte, het vel van de olifant niet verkopen voor alleen dat hij verdronken is, hè? Zeg, mannen, maar wilt je mij nu echt wijsmaken dat niemand van jullie iets afwist van dat er onder dat voetbalveld een Spaans kerkhof was? En zelfs hier onder het café, hè? Wat blief, hier? Dat meent je niet, meester. Ja, nee. Nu weet je niet eens waarom dat je nooit kunt winnen, hè? Dat is hier allemaal behekst. Ja. Belangen niet. Meester Fumet, die durfde ons in die tijd ook al een blaas wijsmaken. Hé, petit? Zeg gerust. Ah. Hey. Ik twijfel nog altijd, hè, of 2 x 2 wel echt 4 is. Ja. Serieus? Ja. Oh, dan ben ik toch niet alleen. Geloof mij niet. Wacht maar af, hè. Ja, ik zal ons neerroken eens laten snuffelen. Ja. Ja. Allee, zeg, zoek de beentjes. Ja, zeg, mijn moeilijke, zoek de beentjes. Ah, zeg, ah, godverdekken aan. Ik... Oh, jij is een borbel. Oh, het vrouwke zo'n pootje lappen. Nee, ik kan niet meer op mijn benen staan. Allee, kom hier dan. Neem in de voet. Zeg, Carmen, zij zou beter actrice worden, gelijk jij comedie kunt spelen. Nee, de vloek van het knekelveld. Ik heb u verwittigd, hè. Maar ze is gewoon over ons neer op de struikelt. Carmen, uw enkel is verstuikt, dat is al. Dat gaat wel over, allee. Boekheppel! Zie ik niet hoe dat ik hier ligt te lijden? Oh, ja, daarom. Allee, Bieke, wil jij even helpen? Allee, kom maar. Oh, laat mij los! Oh, jongen. Ja. Bel een ambulance. Een ambulance? Bestel maar in eerst een takelwagen. En de kampioenen trokken er wel de kop, zeker? Oh, Fernauke, ik heb me in jaren niet meer zo goed geamuseerd. Wat vonden ze van die benen? Over die benen. Van benen gesproken. Carmen, hè? Hela, oude snoeper. Nee, ze hebben ze naar de kliniek moeten voeren. Serieus? Zodanig hard verschoten van uw verhaal dat ze van haar stokske is gevallen? Nee, niet van haar stokske, over haar hond. Over een hond? Maar, jammer, je hebt toch verteld over de kerk, of niet? Ja, maar daar hebben ze goed mee gelachen, hè. Man, het is niet waar. Ja, behalve Pascalke. Maar ja, dat was vroeger ook altijd zo'n bibbergat. Zie, meester, maar je zou dat verhaal, hè, zo klein moeten aandikken, zo over spoken of zoiets. Fernauke, ze zitten niet meer in het eerste studiejaar. Allee, meester. Wij duivenbelken zonder elkaar. We moeten toch een ezel trekken, hè? Ja. Maar het moet wel plezant blijven, hè? Zeg, meester, je kent me toch, hè? Oh. Zeg, ik was toch altijd de plezantste van de klas, hè? Hè? Uit de weg! Dat is hier een kwestie van leven of dood, hè? Ik ga men overdrijven, hè? Overdrijven? Ik zie mijn leven als een film voorbij flitsen. Ja, een griezelfilm zeker. Wat is er gebeurd? Eigenlijk niks. Ze is gewoon gevallen. Toch niet op je hoofd? Nee, dat was daarvoor al. Deze keer is daar een voet. Nee, mijn been is gebroken. We zullen eens kijken. Carmen, zit nu toch even stil. Denk je dat je mijn been nog kunt redden, dokter? Zo op het eerste gezicht is mijn enkel lichtjes verstuikt. Meer niet. Verstuikt? Jij vangt zeker. Mijn been is minstens op 3 plaatsen gebroken. Een zalfje en een paar dagen rust en het is vergeten.
Je durft niet zeggen dat er niks meer aan te doen valt. Hè? Maar leuk, Carmen. Van een verstuikte enkel, hè, daar gaat je echt niet van dood. Jawel, wel als er gecompliceerde complicaties bijkomen. Ja, maar die zult je wel al langer gehad hebben, hè? Nee, ik eis een deftig onderzoek, hoort je mij? Hé, tot op het bad. Geloof me, mevrouw, er is echt geen enkele reden voor. Kom, mevrouw. Gaat u hier maar even zitten. Zie, voor de rest van mijn leven in een rolstoel. Oh. Voorzichtig. Nu schiet dat al tot in mijn rug. Bo, ik ga maar terug naar de echte spoedgevallen. Ella! En ik dan? Ella! Wacht eens! Ja, sorry mevrouw, we kunnen hier niks voor u doen. Pas op, uit de weg! Stop! Ik was hier eerst eerder op tour. Ik blijf hier en daar geen pasta. Ik was hier eerst. Het is nu mijn tour. Niet erop lopen, maar ik op de verbaasde spel. Allee, Paul. Laat hem erin. Ja, kom op, Paul. Ja. Wie heeft er mijn pootje gelapt? Hoi. Amai, wat is dat? Allee, kom aan. Mark, we zijn nu eens aan het winnen, zeg. Amai, wat is dat? Kom aan, doorspelen. Amai, wat is dat? Arbiter, wat is nu? Het dame schotten. Dat is geen voetbalveld, maar een kerkhof. Maar vijf, we spelen hier al 13 jaar. Hé, heeft het gezien? Ah! Pascal! Maar nee, zo groot en met van die rotte tanden. Stort. Ik krijg ook direct. Wacht tot ik degene die ons dat hier gelapt heeft te pakken krijg. Zeg, maar dan gaan we ver in de tijd moeten teruggaan, hè, Polke. Ik doe geen oog meer dicht, hè, met dat kerkhof onder mij. En ik ben blij dat ik hier niet meer woon, hè. Ma, kijk eens. Dat is zeker van een oude Spanjaard. Ja, zeg maar. Dat gaat toch geen flauw grap zijn van meester Firma, zeker? Ah, je zegt daar zo al iets. Aha. Als je van de duivel spreekt. Mannen, ik ben toch niet te laat, hè? Ik dacht, ik ga eens naar een matchje kijken. Dat effect van uw stunt, zeker. Stunt? Maar deze keer heb je ons niet meer liggen, hoor. We hebben u al lang door. Ik weet niet waarover dat je dipt, Babbel. Hier. Over die knoken hier. Ik weet echt niet waarover dat je dipt. Jij hebt die benen op dat veld verstopt, mijn gedachten. Ik weet van niks. Mannen, ik zweer u dat ik met heel die zaak niks te maken heb. Oh. Ah, wel, meester Firmin, ik geloof u. Voilà, ziet je het? Het is geen grap. Ja, we moeten daar ook geen drama van maken, hè. Die beesten zijn toch al lang dood. Mijn café gaat dicht, als je dat maar weet. Oh. Wat lief? Dat is pas een drama. Groot gelijk, Pascal. Voordat je het weet, zit je er meer spook in huis, hè? Of in je bed. Nu was ik mijn schouder bij gedacht. Ja! Zijn die alleen zo te zien? Excuseer, zuster. Mogen wij even storen? Deze keer is dat nu, hè? Niks van. Ik ben pas geweest. Wij komen voor mevrouw Waterslagers. Wie? Carmen Waterslagers. Ah!
niks. Wij vroegen gewoon naar Carmen Waterslagers. Nee. Komt je ze halen? Nee, bezoeken. Oh. Daar hebben. Dat begon ook stilletjes aan het uit te worden. Hè? Dag, Carmen. En, hoe is het ermee? Met haar is alles goed. Hoe weet jij daar nu van? Xavier, zit dat bed iets wat hoger. Oh, hoger heb ik gezegd. Zo. Oh. Hier, die zijn voor u. Hè? Oh, merci. Een doos praline kon er niet af, zeker. En, heb je nog veel pijn? Oh, kind, dat is niet om uit te houden. Het ergste is hè, dat je zo machteloos bent. Xavier. Ja. Al is een vaas. Ja. En die bij de gordijnen past. Ja. Oh, het is hier warm, hè? Warm? Wacht, zal eens bellen voor wat drinken. Oh, nee, nee, laat maar. Tut, ze mogen iets doen voor hun geld. Betaal al genoeg ziekenkas. Ja. Oh, het is zo stil in het café, zo zonder u. Ja. Ah, juffrouwke. Vraag hier eens aan de mensen wat dat ze willen drinken. En voor mij een rode porto. En een pak chips. Maar madame, ik heb toch al gezegd dat dat niet gaat. Dat is hier geen hotel, hè. Oh, voilà. Nu heb je gezien hoe dat ze de mensen hier behandelen, hè. Carmen, dat is hier wel een ziekenhuis, hè. Oh, wacht maar. Ze zullen binnenkort rap een doodje lager zingen. Oh, wat zijn ze van plan? Ik schrijf naar de Michelin-gids. Dat kost hun minstens 1 ster. Ah, meester Firmin. Je komt juist op tijd om wat te helpen. Fernake, we gaan stoppen met heel die kerkhof historie. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Je moet maar denken dat het voor een goede zaak is. Nee, Fernake, ik stop ermee. Maar ik doe dat niet voor mezelf, ik doe dat voor mijn arm duifjes. Maar wat heeft heel die cirk met uw arm duifjes te maken? Dat zult je liever niet willen weten, denk ik. Alsof, hè. En het werkt nog ook. Je moet alleen nog maar leren sturen, hè. Oh. Ja. Oh ja. Ik wil in goede en in kwade dagen. Nacht. Wat was dat? Hallo? Is daar iemand? Pika, zet jij daar? Met Balthazar Boba. Balthazar, ik ben het. Pascalke, ik lag juist aan u te denken. Balthazar, het spookt hier. Ik kom bij Pascalke, spoken bestaan niet, hoor. Balthazar, je moet direct komen. Zou jij niet beter naar hier komen? Bij waterbed is nog een plaatsje vrij, hè? Ik durf hier geen voet verzetten. Je moet direct komen, alsjeblieft. Ik ben zo bang. Bang? Ja. Ik heb het al verstaan. Ik kom direct af, hè? Tot straks, hè.
Ja, kom op. Oh, daar is Frankenstein niks tegen. Allee, kom op, we zijn er weer. Werta, hopla. Ja, oh, nee, nee. Wie is dan op zo laat? Hé, hey, ja, oh, oh, Bert, oh, Bert. Oh, hey, stop, stop. Hoi. Mevrouw Waterslagers, ik heb al uw röntgenopname nog eens aandachtig bekeken. Ja. En met uw enkel is niks mis. Zeg, weet uw moeder wel dat jij dokter bent? Ik weet toch wat ik voel, zeker, hè? En ik ben niet in staat om het huishouden te doen. Het spijt mij, maar wij kunnen hier niets meer voor u doen. Oh, nee. Oh. Waarom niet? Omdat mijn personeel met staking dreigt. Oh! Oh, dan is er maar één oplossing, hè? Ik ben blij dat u dat eindelijk inziet. Ja, dat jij mij zelfs komt wassen. De voorzitter ziet de spook alle toe. Lach maar bij mij. Denk maar van mij wat je wilt. Maar ik heb besloten om dat voetbalveld te verkopen. Dat meent je niet, hè, voorzitter? Hoe rapper je dat kerkhof verkoopt, hoe beter. En het café erbij, want ik ga verhuizen. Komt je dan bij ons wonen, maan? Oh, Mark, ey. Ah, hier, meester Firmin. Je komt juist op tijd, hè? Want er beginnen er hier een paar serieus door te draaien, ze. Ja, maar mij zou het niet verwonderen, hè? Dat meester Firmin meer zou weten van heel die spookaffaire. Wat, ik? Fernand moet je zeggen, zeker? Fernand? Wat heeft Fernand hiermee te maken? Die is goed bezig met jullie allemaal de stuipen op het lijf te jagen. Ja, maar, hoort je het nu? Met alle respect, meester. Maar wat ik gezien heb van de nacht daar buiten, hè, dat was nog erger dan in Dracula. Wat, heeft Bertha toch niet op u afgestuurd, zeker? Ik ken nog altijd het verschil tussen een vrouw en een skelet, mijn gedachten. Ja, daar twijfel ik anders wel aan. Oh, als ik zie wat voor panlatten jij soms meebrengt uit de poetsiekamer. Bertha is het schoolgeramte. Ik heb hem dat gegeven, samen met een hoop andere rommel. Ja, en die beenderen dan? Die zaten hier toch in de grond, hè? Ja, omdat Fernand ze daar verstopt had, natuurlijk. Oeh, en waar ben ik dan over gestruikeld? Jij? Over het kaaksbeen van een ezel, zo te zien. Ah, in de Spaanse ezel. Zwaar kosten aan, hè. Aquí dit u. Dus dat Spaans kerkhof van u, dat was dus toch een farse. Maar wel lange niet. Maar je denkt toch niet dat er nou zoveel jaar nog maar iets van overblijft, hè? Ziet je het? Ik heb het gezegd, hè. Dat we dat erachter zien. Oh ja, daar juist zong je nog dan zijn toontje lager, hè. Zeg, maar met Balthazar Boma zijn voeten spelen ze niet, hè. Als je dat maar weet. Hier zit mijn goede vriend, kolonel van de Zijpen. Dus al die schrik voor niks. Ja, maar jij bent ook een bibbergat, hè, Pascalke. Meneer Boma, het is af. Ha! Ha! Ja. Meneer Waterslagers, hoe rapper ze hier buiten is, hoe beter. Ja, maar enfin, dokter, is dat nu echt niet mogelijk van die nog een paar dagjes hier te houden? Alsjeblieft. Sorry, meneer Waterslagers, maar dat kan ik mijn personeel echt niet aandoen. Ja, maar en ik dan? Je moest eens weten hoe die thuis te keer gaat, zie. Ja, ieder huisje heeft zijn kruisje, nietwaar? Bij mij is dan een hele lange kruis weg. En dan maak je dat zo afvol? Ah. Een eeuwigheid. Weet je wat? We zullen daar nog een weekje neer houden. Oh, dokter, jij bent een engel. Maar dan op voorwaarde dat we haar naar een meer gespecialiseerde afdeling mogen brengen? Oh, ja, maar doe maar wat voor u het beste is. Wat voor haar het beste is. Bo, ik zal het haar dan nu gaan vertellen. Hè? Ja, doe dat.
Ja. Doe dat. Ja. Ik zal dat dan gaan doen. Ja. Of misschien beter dat jij het doet. Oh. Hey. Hey. Wat is dat nu allemaal? Is de derde wereldoorlog uitgebroken of wat? Verlaan Kostermans, is ons ter oren gekomen dat er zich hier onder een rommelkot een massagraf zou bevinden en dat dat hier spookt. We hebben het bevel gekregen om heel die bazaar hier te saneren. Wat zei je van plan? Wel, heel uw Santa Boutique platgooien en afgraven. Zeg, dat was maar om te lachen, hè. Ah ja? En hier, wat is dat hier? Hè? Ja, maar die komen uit het slachthuis, ik zweer het. Ja, gelijk dat rammelend geraamte dat hier s'nachts rondloopt in zijn blote zij. Dat was kik. Ja, ik wou de kampioen eens foppen, zeg. De mens mag toch iets lachen, zeker? Oh, jij gaat niet blijven lachen, kameraad. Kolonne, voilà, Wacht. Ik kan u bewijzen dat ik gesproken heb. Wacht. Balthazar, zet de champagne maar al in de frigo. De hele bak met gedacht. Hier, gelooft je me nu hier? Dat is Bertha. Dat wil dus zeggen dat wij hier voor niks zijn gekomen. En wie gaat dat hier allemaal betalen? Ik weet toch niet dat ik dat moet vooropdraaien, hè? Kolonne, à l'avant! Hoeveel moet dat zijn? 250 euro. En dat is alleen nog maar voor de afte, vriend. Man, wat een miserie. Wat een miserie. Schrik! Hier, voor de clubkas, 250 euro. Leve de kolonel, en hij mag er wezen. Leve de kolonel, en hij mag er zijn. Pascal, tournée générale. Leve maar met de boba en de ba. En mag er wezen, leve met de boba en de ba. Nee, amai. Je bent zo goed gezind. Ah ja, Bieke. Als de kat van huis is, dansen de muizen, hè. Zeg, hoe lang moet Carmen nog in de kliniek blijven? Ah ja, de dokter zegt... Toch nog een week. Oh, nog een week. Ja. Om te beginnen, hè. Leven ons Carmen en ze mag er wezen. Leven ons Carmen en ze mag er... Schat,